Eddy, tevreden over de wedstrijd? Winnen is altijd plezant. Hè? Het was een rare wedstrijd. Ja. Op het laatste was de kwaliteit eigenlijk langs beide kanten weg. En wij natuurlijk, en wij het geluk hadden, we misten een aantal open kansen. En ik dacht, nu gaan we nooit niet meer winnen. En we winnen toch nog. Dus maar leuk voor, als winnende coach hier te staan natuurlijk. Hè. Goed, ja, die eerste 10 minuten na de tweede helft waren voor u denk ik toch wel bange momenten. Want Boekenberg komt dan wel goed terug. Dus 2 weken achtereen dat we eigenlijk slecht uit de kleedkamer komen. Ik moet er toch maar eens over bezinnen of ik nog wel de juiste woorden heb verteld in de kleedkamer. Of ik genoeg nog gemotiveerd heb. De eerste helft was natuurlijk schitterend. Onze verdediging klopte volledig. Ik denk hoeveel was het? 8-5 of zoiets met de rust. Ik denk dat we de controle volledig over de wedstrijd hadden. En dan ga je natuurlijk op hetzelfde verhaal verder. En dan misten we toch eigenlijk de drive om juist hetzelfde te doen, om die spitsen eruit te lopen, om onze verdediging correct te zetten. We lieten ons te groot dwingen in aanval, dus het klopte niet helemaal. Ik moet het tegen de komende weken moet ik dat toch scherp gaan zetten, want anders loopt het wel eens ergens verkeerd, denk ik.